Dank je. Jee. Weet jullie wat ik de laatste twee dagen heb gedaan? Jullie kunnen zeggen dat bullshit is, man. Oh shit. Oh shit. What is that, nee? Een agenda? No, no! Een agenda? Frans voor vijfde middelbaar. Tweede agenda die ik alleen aan mijn mama ga tonen. Cursus en yo boys. Tijd dat ik terug naar school ging gaan. Ik heb 1,5 jaar niks gedaan. En ik dacht van fuck it, ik ga terug. Eerste dag. Nathan stoort vaak de klas. Als ik hem vraag om zich te verplaatsen, weigert hij hierop in te gaan. Zo kan het niet verder. Ik zit niet terug op school. Maar ik heb er wel over getwijfeld om terug te gaan. En als ik terug moest gaan, dan moest ik naar het vijfde middelbaar. Ik weet hoe fucking zielig dat klinkt. Maar dan zat ik met mensen van 2002 in de klas. En niet dat dat een probleem is, maar ik ben van 1999. Dus het leeftijdsverschil zo een beetje. Als die mensen daar iets horen of iets ruiken. Wiet! Het schooljaar is weer begonnen. Ik zie heel veel foto's van mensen die hun eerste schooldag hebben. Hey, hoe leuk. Het is 1,5 jaar geleden dat ik gestopt ben met school. En nog steeds krijg ik bijna elke week de vraag: yo, was het niet het domste dat je ooit hebt gedaan om te stoppen met school? What the fuck ga je doen als YouTube niet meer werkt? En er zijn altijd andere mensen die dat vragen. Soms volwassen mensen, soms vrienden van mijn ouders, soms gewoon vrienden van mij, soms vrienden van... Het is geen chille vraag om te krijgen, want ik weet ook geen antwoord op die vraag. Snap je? What the fuck ga ik doen als YouTube ineens niet meer werkt? Yo, I'm fine. En ik heb geen diploma, dus dan neemt iedereen aan dat ik of dakloos ga worden of niet ga werken. Want je kan op dit moment echt nergens gaan werken zonder diploma. Dus ik word echt als iedereen afgeschreven als schoolverlater, als domme flikker dat ik ga stoppen met school voor dit. We zijn nu 1,5 jaar verder en het is niet dat ik al iets van negatieve dingen heb ervaren aan stoppen met school. Eigenlijk alleen maar positieve dingen. Het is tijd voor een schooltory. Het schooljaar is begonnen, dus ik denk dat ik jullie wel iets moet vertellen hierover. Ik heb 5 jaar ASO gedaan, waarvan 2 jaar Latijn. En dan heb ik 3 jaar wiskunde economie gedaan. Vijfde middelbaar, op het einde van het vijfde middelbaar, het waren examens, ik ging er gewoon door zijn. Kwam er ineens iets in mijn hoofd dat ik echt geen zin meer had om wiskunde economie te doen. Dat heb je die fysica. Het ging niet meer. Het ging echt niet meer. Dus in juni van mijn vijfde middelbaar beslis ik ineens van yo, I'm a quit. En ik ga volgend jaar gewoon naar een grafische school gaan in het vijfde middelbaar. En ik doe daar gewoon mijn diploma uit. Fok die wiskunde economie. Ik ging grafische doen in het KTA in Brugge. Als ik daar nu naar terugkijk, dat was de domste keuze ooit om van school te veranderen. Als ik gewoon in Blankenberg was gebleven, dan had ik waarschijnlijk mijn diploma. Maakt niet uit. Ik dacht van fuck dat, ik ga mijn examens echt niet maken. Ik moet volgend jaar toch sowieso het vijfde opnieuw doen in die grafische richting. Want je mag daar niet in het zesde binnenkomen. Dus ik heb al die examens gewoon ingediend, mijn naam erop geschreven. En yo. En ik ben dan naar KTA Brugge gegaan. Grafische webdesign. Omdat ik dacht, yo, ik ben een YouTuber. Ik ga van pas komen. Ik ga hier veel dingen bij leren. Dit gaat interessant zijn. Nee. Dat was het niet. Het leek volgens iedereen ook gewoon een fucking slim idee om dat te gaan doen. Want dat was echt iets die mij interesseerde. Ik dacht dat ik daar dingen ging bijleren over videobewerking. Dat ik daar sites ging leren maken. Dat ik daar fuck... Nee. Alle basisvakken had ik al gezien. Want ik zat nu in KSO. Dat was een beetje makkelijker dan ik dit. Dus wiskunde, geschiedenis, al die dingen had ik allemaal al gezien. En de grafische vakken... Yo, what the fuck? Een van de allereerste lessen in Photoshop die ik kreeg in het vijfde middelbaar... ...was een foto in zwart-wit zetten. In Photoshop! Het vijfde middelbaar... School had ons verplicht om een MacBook te kopen. Omdat je moest een MacBook hebben. Je mocht niks anders. Het moest een MacBook zijn. Dus ik koop een MacBook. Ik koop Photoshop. Ik heb alles. Jullie mogen nu deze les een foto in zwart-wit zetten. Yo, what the fuck? Dus ik zet die foto in zwart-wit. Dan moest ik 10 minuten wachten. Er is een optie om een foto in 1 keer in zwart-wit te zetten. Ik dacht van, dit is de eerste les. Initiatie Photoshop. Oké, nu gaan we leren hoe we een foto kroppen. Er is daar 1 optie voor. Je kan daar in 1 klik doen. En zo is het vanaf de eerste schooldag dat als je iets grafisch wil doen, dat je beter naar fucking YouTube tutorials kijkt dan dat je naar een grafische school gaat. Toen was ik mijn schooljaar goed begonnen. Ik kwam direct heel goed overeen met alle leerkrachten. Want hoe ik nu reageer in deze video, dat was eigenlijk gewoon mijn reactie in die klas. Nu, er waren nog genoeg andere vakken. Snap je? Photoshop was 1 ding. Er was ook nog videobewerking. Ik edit veel video's, dus ik dacht, daar ga ik veel shit leren. Ik ga leren hoe ik zo enge videoclips moet maken. Dan was er ook nog tekenen. Dat was gewoon wel hard. Ik bedoel, tekenen is gewoon wel nice. Dan was er nog 3D. Ik dacht dat ik daar games ging leren maken. Nee. Ze verplichten ons om een MacBook te kopen. Jullie moeten dit verhaal echt horen. Dit is echt fucked up. Ze verplichten ons om een MacBook te kopen in het KTA. Dus je betaalt fucking veel voor een computer die niet eens zo goed is. Ik bedoel, je kan zo goed iets kopen van MSI of zo. Van HP die veel beter was. En we moesten een MacBook kopen. Om dan in het vak 3D. In plaats van dat wij gewoon Cinema 4D downloaden. Nee. Er was wel een ander programma. Ik weet niet meer hoe het noemt. Want dat rende alleen op Windows. Maar we moesten een MacBook kopen. Dus dan zegt die leerkracht: oké, eerste les. Jullie mogen nu allemaal Bootcamp downloaden. Zodat jullie Windows kunnen draaien op jullie MacBook.
What the fuck? Waarom moest ik dan een MacBook kopen? Niet denken dat ik ooit Bootcamp gedownload heb, want die shit verneukt je MacBook echt. Dus ik heb een half jaar in de KTA gezeten en ik heb een half jaar in 3D gezeten en ik heb nooit iets gedaan. Ik heb Bootcamp nooit op mijn MacBook gezet, dus ik heb nooit één les mee gedaan. Hoezo kunnen ze verwachten dat als ze zeggen dat je een MacBook moet kopen, dat je er dan boot... No! Videobewerking was shit. Ik heb daar niks geleerd. Ik bedoel, de eerste les zei die guy gewoon van, oké, we gaan een documentaire maken. Pocaudi! Zo had ik in de eerste week op mijn nieuwe school al door van... Ja, het was de domste keuze ooit om naar hier te komen. Maar ik ga ook niet terug naar mijn vorige school gaan, want anders moet ik het vijfde daar ook opnieuw doen. Al mijn vrienden zaten toen in het zesde middelbaar, dus yo. Ik voel de fok op. En nu is het tijd voor waarschijnlijk het meest nuttige wat ik ooit ga gezegd hebben op mijn YouTube channel. Zonder diploma kan je niks doen. Zonder diploma kan je nergens en echt nergens aan werk komen. Je kan niet eens als poetsvrouw beginnen aan de stad zonder dat je zesde middelbaar hebt uitgedaan. Ik denk dat het enige wat je kan doen is horeca. Maar wie de fok nu voor de rest van zijn leven in de horeca werken, inderdaad niemand. Natuurlijk heb ik stress elke ochtend als ik wakker word. Dat ik denk van yo, what the fuck, als ik ineens geen views meer heb, wat ga ik dan doen? Ik ben al een paar weken bezig aan een video getiteld hoe ver kan ik komen zonder diploma. En ik ga straks met de auto mijn cv gaan indienen, want ik ben toegelaten om te solliciteren ergens. Ik ga er nog niks over zeggen, die video komt binnenkort online. Maar hoe hard kan ik liegen op mijn cv over dat ik een diploma heb? En hoe makkelijk kan ik binnenkomen bij iets? Hoe makkelijk kan ik aan werk komen zonder dat ik iets van diploma heb? Ik zeg het je, als die video online komt, jullie gaan... What the fuck? Mijn cv ligt hier zelf, maar ik kan daar niks van tonen, snap je? Wat ik hiervan wil tonen is mijn pasfoto die hierop staat. Voor de rest, ik wil hier nog niks van tonen. Hoe ver kan ik komen in 2018 zonder diploma? Iedereen zegt altijd tegen mij dat ik niks heb. Hoe makkelijk is het om aan werk te komen? Dat ga ik tonen in die video. Hier een kort stukje. Ook alles wat hierop staat is bullshit. Er staat hierop dat ik een rijbewijs heb. Er staat hierop dat ik afgestudeerd ben. Maarland Atheneum, wiskunde, wetenschap. In bezit van rijbewijs. Ik heb mijn theorie niet eens. Denk je dat ik daar binnen ga komen? Denk je dat mensen research doen naar de cv? Mijn zonnebril aan zegt, yo, ik ben die jongen die gebeld heeft. Yo, what up? Ik ben hier vandaag aan de schilderdag. Ik weet niet of vandaag je dank gekomen. Hè? Oh, dank je. Ik weet niet precies wanneer die online komt, maar het belangrijkste is dat je op school iets doet wat je wil doen. Maar hoe moeilijk is het om een richting te kiezen als er maar 6 verschillende dingen zijn? Hoe kunnen ze dan zeggen van ja, je moet richting doen die je wil doen? Wiskunde, economie. What the fuck? Kan je worden met wiskunde economie? Dat weet je toch niet als je 13 bent en je kiest die richting. Ga het niet op een school blijmen dat zij het hebben verneukt voor mij. Want de leerkrachten waren altijd wel chill. De meeste leerkrachten van mijn oude school dit ook fucking nice vonden dat ik op de voorkant van de boekjes stond en zo. En ik laat dit in de verpakking zitten. Stel, ik ben ooit dakloos dat ik kan zeggen tegen mensen dat ik op een boekje stond. Het is heel moeilijk om als kind te kiezen wat je gaat doen op school en om daarin verder te doen. En als je opeens door hebt dat je echt geen fucking hol interesseert en je dacht dat dat de richting van je lijf was, ja nee, dan kan je helemaal niks meer doen. Ik heb genoeg mensen van mijn leeftijd die nu verder studeren en die ook zagen van dit boeit me echt geen ene flikker, maar ik heb hier fucking veel geld voor betaald, dus nu moet ik hiermee verder doen. En de meeste mensen vallen dan gewoon in een job die ze niet willen doen en dan krijg je zo burn-out en dan ga je elke weekdag met je auto achter een bureautje gaan zitten. Dat is niks voor mij en dat is sowieso ook niks voor jullie. Gewoon hebben ze mij altijd gezegd dat je de keuzes voor jezelf moet maken, dat je moet kiezen wat je zelf wil doen. Kijk, dat heb ik nu gedaan en het is nog niet goed voor iedereen, snap je? Omdat ik precies doe wat zij zeggen, ik doe wat ik wil doen, ik heb gekozen wat ik wil doen en het is nog niet goed, omdat ik geen diploma heb. Ik weet niet waarom, maar bij iedereen staat een diploma gelijk aan een goed leven. Iedereen denkt dat als je veel geld verdient, dat dat gelijk staat aan een goed leven en gelukkig zijn. Ik wil dit doen. Een beetje domme shit vertellen aan jullie. En hopen dat ik jullie wel iets kan bijleren of zo. Er zijn er ook echt fucking veel mensen die flippen op mijn ouders. Dat die zeggen dat die mij niet goed hebben opgevoed. Of dat die mij nooit hadden mogen laten stoppen met school. Mensen zien het altijd als je een hoge richting doet, dan ga je een betere toekomst hebben. Toen ik 12 was en toen ik naar het middelbaar moest, zeiden ze tegen mij: begin maar in de hoogste richting, dan heb je de beste kans om een goede job te vinden. Weet je hoeveel mensen er zijn die afstuderen en die geen werk vinden, omdat ze 1 niet weten wat ze moeten doen. En 2 gewoon mijn diploma geen fok kunnen doen. Ik dacht dat als je een 6e afstudeerde Latijn, dan kan je gaan werken. Nee, je hebt niks. Je kan niks doen. Ik ben echt niet aan het aanmoedigen in 0% dat je moet stoppen met school. Ik moedig je aan om echt te zoeken naar iets wat jou interesseert, in plaats van blindelings naar school te blijven gaan en te denken van, joh, als ik hier klaar ben, dan ga ik wel werk vinden, want dat is niet zo. Dan vragen volwassenen zich af waarom wij als kind zoveel stress hebben wel, daardoor. Omdat ze denken dat wij op 14-jarige leeftijd al kunnen kiezen wat wij gaan doen voor de rest van ons leven. Een vriend van mij had slechte punten in het 6e leerjaar, omdat hij niet zo goed was in wiskunde. Dus ze hebben hem in het eerste middelbaar in BSO gestoken. Want die jongen was niet dom. Hij was eigenlijk niet dom. Hij was fucking goed. Hij was misschien niet zo goed in wiskunde en hij was niet zo goed in Nederlands en hij was niet zo goed in al die stomme basisvakken. Hij was echt fucking creatief. En ze hebben hem in het eerste middelbaar
in BSO gestoken. En hij heeft al zijn jaren uitgedaan in BSO. En hij werkt nu in een garage of zo. En alle creativiteit die hij had toen hij 13 was, dat is eruit. Omdat in een BSO-onderwijs wordt die creatieve ding niet gestimuleerd. Dus dan sleutel je heel tijd aan auto's. En dan denk je dat dat het goede is, omdat je slechte punten had in het lager. En zo slopen ze echt heel je toekomst. Zo is dat slim om iemand niet goed is in wiskunde, dan wat te zeggen van oké, we steken die in een BSO-onderwijs. Daarom is school echt, er zijn zoveel slechte dingen, maar kijk, what the fuck. Ik hoop dat jullie een fijn schooljaar hebben, ik hoop dat jullie in een leuke klas zitten, dat jullie matties in jullie klas zitten. Well, way, als je in een klas zit met allemaal mensen die je niet chill vindt, dan is je schooljaar nog 1000 keer erger. Ik wens jullie veel succes. Jullie ding, ook al die leerkrachten, zorg dat je zoveel mogelijk notas hebt. Ik ga mijn cv gaan binnenbrengen. Mijn oma staat daar met haar auto, dus boys, wens je duimpje omhoog op deze video. Mijn naam is Ezit, tot de volgende keer. Veel succes op school, yo. Bah. Hallo. Interne vroegvlakken. Dat was een liefbrug. En dat werd alles zo. En dan dacht ik van, oeh, en dan... Zij, ja, het script vandaag. Je gaat eten krijgen van ons, dus ik kijk heel tijd uit naar mijn eten. Kijk zelfs naar zo'n leuk kookprogramma om helemaal in de moed te komen, snap je? Ik wacht fucking lang op mij.